Glenn, je verliest hier met 3-0. Hoe kan dat? Ja, omdat wij vandaag gewoon niet goed genoeg waren. Maar ik denk dat dat ook wel typerend is dat een jong elftal die ja, zeker de beschikking heeft over 38 fitte spelers. Wij missen naar Bouwse en we hebben ook nog wel wat pijntjes. Ja, dan merk je gewoon dat, dat je dat niet op kan vangen en dat scheelt in je niveau. En hun hebben nog natuurlijk veel meer keuze uit fitte spelers. En vooral hier op het kunstgras, dat was zo glad. Hun zijn behendig en dan veel fitter trainen vaker. En dat is gewoon heel lastig. Al begon het nog met dat kansen? Ja, nee, zeker. Kijk, als je het hier moet winnen, dan moet je of een vroege goal maken of je moet uit standaard situaties je kans maken. Uiteindelijk zijn we later ook wel meer gaan voetballen, maar dat was ook meer omdat hun dat toelieten. En nogmaals, was vandaag we waren gewoon niet goed genoeg. Ik had ook het idee dat na die 2-0 echt dat kansen op slot zat. Ja, hun gingen wat meer inzakken wij probeerden wat meer vanuit achteruit te voetballen. En op een gegeven moment kwamen we wel een paar keer door, maar dat was net de bal in de eindfase niet goed. En dan gaat het kaarsje langzaamaan uit en worden de afstanden groter. En dan kan je niet meer als team compact aansluiten en aandrukken. En dan wordt het gewoon lastig. Ja, met snelle jongens zoals die Dervizoglu glipt het ook zo door de verdediging heen. Ja, nee, maar nogmaals, weet je, het veld is gewoon hartstikke glad. Die bal, wij hebben de eerste helft ook een paar keer de bal achter de verdediging, wat normaal ons spel is. En we hielden er rekening mee, maar hij vloog ook al over de achterlijn heen. Ja, vandaag was het gewoon heel lastig om hier te voetballen. En hun waren gewoon vandaag beter.